ijsbinding. Maar onder druk, Salam alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Het is vandaag woensdag. En ja mensen, het is weer eens prachtig weer vandaag. De zon schijnt weer eens lekker, heerlijk. Ik heb een keer een pet op die ik een lange tijd niet op heb gehad. Omdat die een beetje is misvormd geraakt. En nu heb ik hem weer een beetje gevormd gemaakt met mijn misvormde hoofd. Maar ja, in ieder geval dat. Maar mijn dag begint met een beetje pech. Normaal gesproken, ik heb altijd een portemonnee. Die stop ik dan in dit tasje. Weet je, er zit geld in, zitten pasjes in, zitten rijbewijs, dat soort dingen zitten erin. Maar ik had een keertje, niet zo lang geleden dus, geld gepimpt. En toen uit een haastige, je weet toch, move af en toe ben je snel, had ik het in mijn zak gedaan. Vroeger deed ik dat, maar ik raakte het kwijt. Ik heb best wel vaak geld kwijtgeraakt. En nu kijk ik zo in mijn zak. Dan zie ik dit. 50 euro is gewoon gescheurd door midden. Je zou denken van, nou, zonde. Maar volgens mij, als je dit zo bij een winkel geeft, alle twee de stukjes, zouden ze dat moeten accepteren. Volgens mij is dat de regel. Maar ik ga het waarschijnlijk gewoon aan elkaar plakken. Hey, 50 euro is 50 euro, mensen. Geld is geld, sorry. In ieder geval, deze mooie dag. Ik weet niet wat deze dag ons gaat brengen. Jij weet niet wat deze dag mij gaat brengen. We zullen het allemaal nog wel zien. Dus daarom zeg ik, laat de dag maar beginnen. En ik zeg vol. Oh, zo werkt die. Fakka, Jusuf. Hey, Fakka, wat doe je dan? Mattie, what the fuck? What the fuck? Het is gewoon, je bron van inkomsten is nu gone. Het is gewoon fucking gone, man. Oké, maar wat gaan we doen? Wat gaan we doen met de vlogcamera van Jusuf? We gaan allemaal ziek shit doen, man. Ja, toch? Is dit de vlogcamera van Jusuf? Ja, dit is gewoon de vlogcamera van Jusuf. En hij is in onze handen. Ja, maar hij is in onze handen. What the fuck? Is dat gekoppeld met YouTube? Ik weet niet, Mattie. Ik weet er niet, Mattie. Zit wifi. Wifi. Mattie, wat gaan we ermee doen dan? Oké, wacht. Ik heb een idee. We gaan Turk pesten. Fuck you, Jasper. Wat wil je van mij, Jasper? Hallo, Boertjave. Alles Jasper. Goed? Nassen. Ben je weer camera's aan het stelen van mensen? Nee, man. Ik wil jou graag een camera verkopen. Oh, mokro's die een camera verkopen. Yo, in de periode dat Turk het slecht hebben. Gaat niet goed? 50 euro mag je hem hebben. Nee, man. Hij is Haags 25 euro. Hoe bedoel je, hij is Haags? Hij komt uit Den Haag. Dus? Dus wil ik gewoon 25 euro betalen. Abi, wallah, je krijgt hem niet voor 50 euro. Maar hij heeft ook een paar barsjes daar, man. Ja, man, dat ding is echt verrot, ik man. Ik weet niet wat Jusuf doet met die camera. Wat doet hij met die camera? Laten we kijken. Mattie, wat is dat? Koop een hoesje, sahbi. Koop een fucking hoesje. Ga geld verkopen aan hem. Sahbi, je verdient zoveel. Verkoop hem voor 50 euro, kan die hoesje kopen en daarna weer een nieuwe camera. Hallo, Larabi. Dankjewel, dat was weer onze Turkse vriend Boertje. We gaan weer terug naar... Dus dit doen die vloggers de hele tijd, wat ik ga moe worden, man. Ja. Doe eens even een vlog ding. Ik weet het ook niet, man. Volgens mij moet je de show in. Like, abonneer, deel, share. En laat weten wat je ervan vindt. Free koevoet, man. Free koevoet, Mattie. Bang, bang. Free koevoet. Free koevoet. Hoe zit je dat ding dan op stop? Ja, weer op diezelfde koevoet. Echt benieuwd. Die onbeschofte gast die je hoorde was Jamie trouwens. Wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er? Nou, ik heb net. We moeten natuurlijk even een bodempje leggen. Dus het is erg belangrijk dat we even wat eten. Dus ik heb net broodjes gemaakt voor morgen en mij. Maar die heb ik in de toaster gezet. Oh! Net op beeld. Oh. Ik heb hem net op beeld ook, hè? Yes. Je hebt hem wel. Ik gooi hem net aan, ze gooit hem erin, man. Je hebt hem wel. Ik heb hem. Ja, man. Fraude. Maar hoezo? Is hij nu helemaal... Hij heeft nog twee, toch? Ik ben benieuwd. Kijken. Hey, zij gaat verliezen. Nee, man. Dat is gewoon een verliezen. Waarom? Dat is al een leuk zijn. Ja, man. Als gooi ik aan de liedje onder, kan ook. There we go. Wow, de scary. Dit ga je gewoon ondertitelen, toch? Ja, vast wel. Ga door om koolom scary, joh. De scary. Scary. Misschien begrijp je dat je scary bent. Scary, joh. Scary. Hoe moet je gaan scary? Scary, schaam een leerkool. Schaam een bier, schaam een whisky. Ik ga ze doen, nee. Echter. Meneer, aan deze. Wat is er met jou?
Wat is er met jou? Hou niet op hoor. Je mijn geheugen raakt of... Hey, hey. Ik wilde net zeggen mijn geheugen raakt. Ik heb jullie gezegd, voor de jongens zullen winnen. Dames en heren, voor de jongens zullen winnen. Don't ever forget that. Comeback, hè? Comeback. Verloren jongens zullen winnen. Nee. Dit is niet goed. Zo. Nou, het balletje zit er nog in. Waar heb ik het? Hey, morgen jij. Ik ga nog een. Nee. Oh. Ik liet net aan hem zien als de mensen dronken zijn. Altijd. Jullie willen niet weten wat er buiten nog allemaal gaat. Wat vergeren daar nu op dit moment rondlopen? Die gaan pas los. Oei, Murat, hoe gaat ie? Goed! Ik mag dronken. Wil iemand van jullie straks op mijn tafel? Ik raak niks aan. Ik ben dankbaar dat ik in de vlog van de YouTube zit. En ik wil jullie vragen om mijn videoclip te bekijken op YouTube. Zeg dat linkje in de beschrijving staat. De link staat in de beschrijving. Klik er alsjeblieft op. Want we zijn bezig met het verzamelen van views. Daar hebben we veel aan. Goeie vibes met Dope Boy. Check it out right now. Sterk. Heb jij nog wat te zeggen? Of, huh? Heb je nog wat te zeggen? Geef een shout-out. Ik ben Keis. Dat is het, man. Brandfilm. Ik ben Keis. Wil je niet shout-outen of promoten? Of? Shout-out naar Keis. Shout-out naar Keis gewoon. Naar jezelf. Shout-out naar jezelf. Maar ik vind het wel interessant. Wat zei je net? Wat zei je net? Wat zei ik net? Over dat. Iedereen is weer toch... Check. Droeloe, beetje dronken. Volgens Keizer zijn dit maar twee shotjes. Dit zijn twee random shotjes. Ja, maar Keizer zegt zelf, hij zegt dat hij gewoon weer toch, hij is stabiel. Terwijl ik bijna iedereen zie, bijna omver zie vallen. Ja, klopt. Maar ja, zo is het leven. Ja, maar hoe komt dat? Moet ik in de lens kijken of wil je dat naar jou kijken? Wat jij wilt, bro. Nee, zeg maar, jij bent aan het filmen. Ik praat met hem. Kijk maar naar mij. Moet naar jou kijken of in de lens? Nee, kijk maar naar mij. Naar jou? Ja. Oké, nou, stel eens een vraag. Oké, hoe komt het dat hij bijvoorbeeld nu zo is en jij bent gewoon stabiel? Hoe is hij dan? Ik voel hem. Ik voel de wereld draaien, man. Ja? Ja, man. Helemaal. Helemaal. Je ogen zijn ook een beetje rood. Ja, man. Maar hoe komt hij wel en jij niet? Ik weet niet, man. Ik denk dat ik een beetje te veel... Omdat je vaker hebt... Ja, ik denk dat het is, man. Ik kan het niet... Soms ga ik af... Ik ga soms even in de lens kijken. Ja, dat is geen probleem, maar, bro. Het is interessant, want Keizer... In de lens kijken, jullie begrijpen het niet. Ik ben dronken op dit moment. Maar je houdt jezelf gewoon stabiel. Niet zo over. Je komt bij mij echt stabiel over, alsof je gewoon normaal bent. Dat is het verschil. Kijk, als je leert dingen... Ja. Door dingen mee te maken. Begrijp je? Ja. Als jij al bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd dronken bent geweest, bepaalde keren, dan weet jij hoe jij hebt gedragen en hoe het niet goed is om je te gedragen op een bepaald moment. Dus dan weet jij hoe je moet gedragen op een bepaald moment. En dat kan iedereen. Hij kan dat ook, hoor. Maar leer hem gewoon gewoon bam. Iedereen kan dat. Het leven draait om dingen meemaken en dan weten van oké, dit moet ik niet meer doen, dit moet ik op zo'n manier doen. Dat ben ik nu aan het doen. Ik ben... Bro, je bent echt wijsheden aan het zeggen hier, hè? Fucking wijs ben ik. Maar onderdruk je gevoelens. Luister, je moet bepaalde dingen... Luister, kijk. Alles, kijk. Jij bent een bekend persoon, ik ben een bekend persoon. Ja. Mensen vinden het leuk eigenlijk om te zien dat mensen dronken zijn. Begrijp je? Ja. Maar ik vind het leuk om te laten zien van luister, ik ben echt dronken, maar ik ga je wel laten zien dat ik nog steeds bij de les ben. Begrijp je? En dat soort dingen leer je als je gewoon vaak genoeg dronken bent geweest. Zodat je kan zien van oké, ik ben dronken. En dan automatisch kan je jouw lichaam beheersen van oké, ik ga me niet zo gedragen, ik ga me zo gedragen. Begrijp wat ik bedoel? Sterk, sterk. Ik ben fucking dronken nu op dit moment. Hè. Ik ga nu nog een shotje nemen. Ja, en dan word ik nog... Nog meer. Dan ga ik nog verder, toch? In de tekkie. Je wankelt. Ja, ik wankel wel een beetje. Maar als we moeten praten, dan kan ik gewoon cool met je praten. Omdat ik merk het, man. Op bepaalde momenten in mijn leven heb ik shit gezegd wanneer ik dronken was. Dus wat doe ik dan verder, later, dan weet ik van mezelf van oké, zodra je op zo'n moment bent, and there was dan light. Kan jij niet zo praten. Dan moet je eventjes gewoon een beetje nadenken. Sterk, sterk. Ik had ook nog. Wat? Let op. Je wilde niet filmen. Nee? Je gaat geen tijd hebben. Het is iets te... Je gaat geen tijd hebben op je camera. Want ik ben iemand, als je het over iets hebt... Wil ik... Bro, je hebt echt goed gevuld. Ik wil te veel erover. Ga zitten. Altijd. Hassan! Hassan!
Hij is iedereen aan het corrigeren. Wie de... Wat is dat? Is dat selfie stick? Nee, dat is Jamie's toer. Jij bent de oom van Jamie, toch? Sterk. Hassan, wat vind je nog van al deze dronken gasten? Kijk, wij zijn nuchter. Wij zijn stabiel. Ik vind het vooral grappig. Ja, toch? Ik vind het leuk. Ik vind het grappig. Kev. Hoe gaat-ie? Yo, hè, het gaat lekker, man. Het is je boy Kev Corey in de building. Shout-out naar YouTube sowieso. Ben je nog stabiel? Vroeg het net ook al, maar ik zie... Ja, ik heb wel een klein... De eerste tekenen beginnen zich zo te... Ja, maar ik ben er wel. Ja? Ik ben er gewoon. Dat wel. Ik ben er, man. Sterk. Jij bent neefje van Hassan, hè? Ze zeggen het, ja. Maar? Ja, ik ontken. Waarom? Vind je dat Hassan en ik op elkaar lijken? Qua gezichtsvorm wel. Qua kleur niet. En qua haar ook niet. Nee, dus dat is dan 2-1. Dus het antwoord is dan nee. Hassan lult. Echt? Ja. Hij heet Hassan El Maroudi. Ik heet Jamie de Ruiter. Hoe kan dat? Ja. Denk hier eens even goed over na, Youssef. Ja, maar je hoeft toch niet per se de achternaam van je vader of van je moeder. Dat misschien speelt het daar een rolletje. Ja. Maar spreek je hem ook niet aan als oom Hassan? Nee. Nou ja, tenzij hij met een of ander wapen staat. Dat doet hij wel eens. Hij heeft nu bijvoorbeeld een... Een golfstick. En dan staat hij zo en dan moet ik hem wel respecteren, zeg maar. Weet je hoe je hem moet noemen? Hoe? Noem hem Gerry. Gerry Hassan. Wat betekent Gerry? Oom. Echt? Ja, want dan integreer je meer toch met hem. Dan legt hij die stok neer en geeft hij een knuffel. Ja, ik geloof het niet. Als je alleen zegt oma Hassan... Nee, maar daar is hij al blij mee. Ja? Dus één keer in de zoveel tijd gooi ik die wel. Maar als je me dit soort vragen gaat stellen, dan geef ik je gewoon het eerlijke antwoord. Stop die. Hij zei dat jij niet zijn oom bent. Dat je mijn oom bent als je een wapen bij je hebt. Nou, niet alleen als ik een wapen bij me heb. Jawel. Ook als ik milkshakes wil. Ja. Toch? Ik heb al 3 keer een milkshake voor hem gebracht de afgelopen week. Dat hoort toch? Met zijn oom. Ja. Dus accent en zo. Ja, maar zeg net tegen hem wat ik net zei. Ja, met Gerry Hassan. Hammi. Of Hammi in het Arabisch dan. Gerry, ja, maar. Dat deed geen pijn. Ja. Alsjeblieft. Weet je wat? Het klonk. Kijk, ook even wat liefde getoond. Hij is wel mijn oom, ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Ja? Hij heeft mij alles geleerd. Elk knopje, ik weet wat elk knopje is, dankzij deze meneer. En van wie heb jij het weer geleerd, Hassan? Nou, op dit moment leert hij mij weer alles. Oh. Dat is de wisselwerking, ja. Dat is hoe het gaat. Ja. De leerling wordt de meester. De meester, ja. En daar ben ik trots op. Maar wacht, en van wie heb jij het weer geleerd? Van Yahya. Free koevoet, man! Free koevoet met die bang bang! Ja, ja, ja. Tegenzin. Ik zag het maar aan het licht. Ik had het tegenzin. Ik moet andere geven. Mensen, het is niet de volgende dag. Het is gewoon avond. Ik ben even lekker aan het editen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Een beetje een andere vlog, weet je. Met meer mensen, meer gezichten erin. Is ook leuk. In ieder geval, vond je deze vlog nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onder reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Met hem. Sorry voor je tijd, verdriet en al je pijn. Want ik was op zijn gat toen ik thuis hoorde te zijn. Misschien had je toch gelijk in de dingen die het zijn. Maar nu pas heb ik spijt, gewoon ik maar in de tijd. Was gebroken diep van binnen, maar ik toonde never iets. De stralen bleef bedwingen, de pijn liet ik niet zien. Liep verloren op mijn paard, zelfs niet waar ik was. De zijn waarvan ik hield, stak me.